Hoi, wat leuk dat je luistert naar Dokkast. In deze podcast van Bibliotheek Dok praten kinderen over dingen die ze meemaken. Ben je ook zo benieuwd naar het verhaal van een ander kind? Luister dan gezellig mee. In deze aflevering is Annabel te gast. En Annabel komt vertellen over hoe ze 2 keer een vogel heeft gered. Hallo Annabel. Hoi. Waar wil jij over vertellen vandaag? Over een vogel die ik heb gered. Wow, en wat was dat thuis? Wat gebeurde er precies? Ik was eigenlijk gewoon aan het buiten kijken en toen ging het regenen en hagelen. En toen zag ik in ons tuin een duif. En de veren waren een beetje kapot. Hij had een beetje bloed bij zijn poot. Oh jeetje, ja, want je zag hem en toen ben je naar buiten gegaan om te kijken. Toen zag je dat zijn veren een beetje... Nee, ik zag het van de raam. Oh, door het raam. En toen ging het stoppen. Toen zei ik het tegen mijn moeder. Mijn moeder zag het en toen zeiden we als we misschien naar buiten kunnen kijken. Toen gingen we naar buiten en toen dachten we wel dat we naar de dierenarts moesten bellen. Ja. Mijn zus ging toen de dierenarts bellen. Het was nog laat in de avond. Ja. Zei de dierenarts dat wij de vogel daar naartoe moeten brengen. Ja. Maar het was een beetje moeilijk, want hij was super bang. Oh. Ja, dat was wel een beetje zielig. Hij kon een beetje vliegen, maar niet hoog. Gewoon een beetje lopen en vliegen. En heb je dan een idee wat er met de vogel was gebeurd? Nou, er was ook een kast die de duif wou doodmaken. En de deur was open. Dus ging de duif in ons huis binnen. En de kat ging toen weg. En de duif ging een beetje rommel maken in ons huis. En toen hoorden we dat. Gingen we naar beneden en zagen we dat. Toen poepte hij in ons huis. En probeerde we ze te vervangen en naar de dierenarts te... Oh. Dus ik denk wel dat het door de kat is. Ja, die zat achter de duif aan en die heeft hem te pakken gehad. Maar gelukkig niet helemaal. Daarna hebben jullie hem gered, hè? Ja, maar ook een beetje door de hagel. Ja, ja. En door de kou. En wie heeft dan die poep opgeruimd van de duif? Mijn ouder. En toen hebben jullie de dierenarts gebeld en toen mocht je hem daar langs brengen? Ja, het was een beetje een vogelasiel, maar ook andere dieren gingen daar naartoe. Wat ging de dierenasiel daarmee of met hem doen, met vogelasiel? Nou, het was in coronatijd, dus moesten we buiten wachten. Mm-hmm. We gingen met de auto in een soort net, dat hij kon ademen. Toen gingen ze röntgenfoto's van maken en kijken als hij iets heeft gebroken. En toen zeiden ze dat we gaan zorgen en proberen vrij te laten en gingen we weg. We zaten daar op kindertuin. Ja. Het was naast de kindertuin. Elke week donderdag gingen we daar naartoe. Mm-hmm. Dus jullie kunnen de vogel, konden je opzoeken. Ja, en toen op een paar weken later zeiden ze dat het de vogel vrij is gelaten. Toen waren we super blij. Ja, en daar heb jij mee aan meegeholpen, hè? Ja. Dat is wel, hoe voelde dat? Goed. Ja, dat denk ik ook. Maar je vertelde ook al dat dat je nog een vogel hebt gered. Ja, dat was een jaar later, denk ik. Ja? Want een roofvogel ging achter een duif aan. De duif zag niet dat het daar een raam was. En ging de duif super hard tegen ons raam aan. En het was een super grote vlek op ons raam. Oh. En toen was ik buiten aan het kijken. Mm-hmm. En toen kwamen mama en papa super hard kijken, want het was echt een super hard geluid. Ja, ze dachten dat ik ben gevallen, maar eigenlijk was het een duif. Dus gingen we snel weer die vogelasiel bellen en probeerden we de vogel te vangen. En hij had toen ging snel de roofvogel weg. Hij had eigenlijk ook bij zijn pootje best wel veel bloed. Mm. Hij ging op mijn moeders fiets vallen en toen op de grond. De veren waren ook helemaal kapot. Het is zielig, denk ik. Ja. Hoe vond je dat om naar te kijken dan? Maar hij kon niet echt bewegen. Nee. Het was een beetje stijf.
Toen gingen we naar de vogelasiel brengen met de auto. Ja. Toen zeiden ze dat het wel best wel erg was en dat we proberen om weer beter te maken. Maar ik weet het niet zeker. Ik weet niet als hij het wel kan overleven, want het was echt een super grote klap. En toen gingen we op bezoek en toen zei de meneer dat hij het niet heeft overleefd. Oh, wat verdrietig. Ja, daar werd je ook een beetje verdrietig van misschien. Ja, maar jullie hebben allemaal je best gedaan, hè, voor de duif. Ja. Ja. Jeetje, wat een verhaal. En dan is er ook nog een vraag van een luisteraar. Welke dieren zou je ook graag willen redden? Een paard. Een paard? Dat is mijn lievelingsdier. Oh, wauw. Ja. Ik vind het wel zielig als hij pijn heeft. Ja, dat snap ik. Zeker als het je lievelingsdier is. Maar eigenlijk wil ik gewoon alle dieren redden. Ja. Maar niet dat ik een pijn wil maken en dan redden. Gewoon als ze hulp nodig hebben. Ja, wat lief van jou. Weet je al een beetje wat je later wil worden? Uitvinder en schrijver. Mooie beroepen. En heb jij zelf huisdieren? Nee. Je kan er wel heel goed voor zorgen volgens mij. Ja, hè? Maar ik heb wel een soort robot die ik verzorg als huisdier. Oh, cool. Maar die heeft geen veren. Wel? Is wel zacht? Nee. Nee. Ik heb hem wel versierd. Hoe? Met veren. Oh, wat leuk, wat leuk. En heb jij nou een goede tip nog voor als er kinderen zijn die gewonde dieren zien? Waar kunnen ze dan naartoe bellen? Ze gaan snel naar hun moeder en ouders vragen als het echt gewond is. Dan bellen ze de dierenarts. Proberen ze in een soort net voorzichtig te vangen, niet erin duwen. En dan naar de dierenarts brengen. Ja, goede tip zeg. En ik denk dat Tamara van Doc ook nog een goede boekentip heeft voor ons. Zullen we daar ook nog even naar luisteren? Ja. Tamara, heb je een leuke boekentip? Ja, want ik hoorde jou al zeggen dat er twee keer een duif is geweest die je hebt gered. Maar ja, ik vind dat altijd heel moeilijk om te zien welke vogel het nou precies is. Oh ja, goeie. We hebben natuurlijk hier heel veel boeken over dieren. We hebben aaibare dieren, kriebelbeestjes, gevaarlijke dieren. Maar ik heb even in de kast gekeken. En bij de wilde dieren kun je ook een boek vinden dat heet Vogels spotten en herkenning. Dus als je dan een keer een vogel vindt, dan weet je ook meteen wat voor soort vogel het is. Dat is een goede tip. En dan kan je dus nog makkelijker de dierenambulance bellen en zeggen, ik heb een houtsnip. Een houtsnip gevonden? Ja, bijvoorbeeld. Tuurlijk, een houtsnip. Hey Annabel, super bedankt dat jij je verhaal wilde komen vertellen. Je hebt het super goed gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer horen of juist zelf verder lezen? Kies dan voor nog een aflevering. Maak gebruik van de boekentip of kom nog meer verhalen ontdekken bij Doc.